ik moet zeggen, ik heb dit misschien best wel verkeerd ingeschat. Goedemorgen, ik heb vandaag weer een chille make-up video voor jullie. Het is ochtend, ik ga me opmaken. Maar ik ga dat niet doen zoals normaal. Ik ga het helemaal verkeerd doen. Verkeerdom, achterstevoren. Ik ga de reverse make-up challenge doen. Dat houdt in dat de product dat ik normaal als laatste gebruik. Ik als eerst ga gebruiken, dus de setting spray. Een product dat ik normaal als eerste op mijn gezicht gebruik. Primer. Dat ga ik pas als laatste aanbrengen. Ja, deze video is gewoon zo ontzettend vaak aangevraagd de afgelopen tijd. Dat is niet normaal. Onder zo'n beetje elk video van de laatste weken was het top comment. Kun je een keer achterstevoren opmaken. Nou is het een challenge, de make reverse. Nou is het dus een challenge. Het kan heel goed zijn dat je hem al bij een andere YouTuber hebt gezien. Dat is een beetje de bedoeling, dat zoveel mogelijk mensen het oppikken. Dat het als een balletje gaat rollen. Maar eerlijk gezegd is hier nog niet heel veel gedaan. Dus ik weet niet zo goed waar deze vraag vandaan kwam. Misschien dat iemand het gewoon een keer in zich de hoofd had. Het zei onder mijn comments. Een heleboel mensen dachten ja, het is leuk. En vervolgens maakte ik die video maar niet. En bleef die comment maar komen. Ik ontkom er gewoon niet aan. Dus ik ga me vandaag wagen. Ik weet niet of ik me hier echt mentaal goed op heb voorbereid. Oké, ik heb een lijstje in mijn telefoon gemaakt met daarin gewoon op volgorde wat ik normaal aanbreng. Bovenaan staat primer, onderaan staat setting spray. En ik ga dus van onder naar boven werken in plaats van boven naar onder. Dus ik ga beginnen met setting spray. Dit is normaal de laatste stap van mijn make-up look. Daar kan ook niet zo heel veel fout gaan. Gelukkig, we beginnen relaxed. Ik gebruik de Urban Decay All Nighter setting spray. Het voelt eigenlijk best wel lekker. Ik ben gelijk wakker. Lipstick is normaal een van de laatste make-up producten die ik gebruik. Maar ik ga er nu gewoon lekker mee beginnen. Ik gebruik deze van Catrice. Dit is van de Ultimate Matte lijn. Nieuwe lijn. Onlangs ook getest in de eerste indruk video met nieuwe Catrice producten. Dit is een hele mooie kleur. Dit is nummer 10. Ik weet nog wel vroeger, toen ik klein was, droeg mijn moeder wel eens alleen lipstick. Gewoon alleen rode lipstick. Ik kan me dat niet voorstellen. Hoe gek zie ik er nu uit? Dan ga ik blush aanbrengen. Het is allemaal zo raar. Dan kijk ik naar mijn lijstje en denk ik, moet ik nu blush aanbrengen? Klopt het wel? Ja, normaal, ik breng altijd highlighter voor de blush aan. Dus nu breng ik highlighter na de blush aan. Ik ga aanbrengen Rocketeur van Benefit. Het is een hele mooie, veelzijdige blush die eigenlijk overal bij past. Dan gebruik ik deze kwast van EcoTools bij. Omdat mijn huid natuurlijk met de rosacea best wel rood is. Dit is echt. Dan de highlighter. De Mary Lou Manizer van de Balm. Wel die naam, dus blijf ik overstruikelen. Mijn favoriete highlighter. Met deze kwast van de Body Shop. Nou, niet alleen op mijn jukbeenderen, maar ook op de rest van mijn gezicht. Boven mijn wenkbrauwen, om mijn voorhoofd. Cupidoboog. Een beetje op mijn kin. Rug van mijn neus. En ik zet hem ook altijd even aan mijn ogen. Wenkbrauwbot en binnenste ooghoek. En dan natuurlijk bronzer van NARS Laguna. Kijk, en nu gebruiken we allemaal nog poeders. Zometeen met de foundation en zo. Of eigenlijk met de oogschaduwbasis die dan over de oogschaduw gaat. Dan wordt het pas echt naar. Kijk, nu zie ik er gewoon alleen gek uit, maar het is nog niet vies. Nu zie je zo goed wat voor effect foundation normaal heeft. Het ziet er nu allemaal zo gek uit op mijn huid. Ik kan er bijna geen diepte mee creëren, gewoon. Doordat die roodheden er zo doorheen schijnen. Je zou denken dat ik het expres doe, maar daar ben ik niet grappig genoeg voor. Ja, soms ben ik met mensen als Rutger. Oh, en die is gewoon. Die staat altijd een soort van. Die heeft een soort van grapjesmachine in zijn hoofd. Zij kan altijd zo goed op dingen inspelen en zo. Dan denk ik, damn, we gaan verder. Ik gebruik dit kleine kwastje. Ook in de bronzer, maar dan voor mijn neus.
heb wel het idee dat ik heel bruin lijk. En dit zie je gewoon ook bijna niet. Right? Zo lelijk! Nu al zo lelijk! Dat was dat bronzer. En dan gaan we nu mascara aanbrengen. Ik gebruik deze mascara van Givenchy. En dat is een mascara met dat gebogen borsteltje die je ook in de likes dislikes video zag van jullie. Ik zit een beetje mee dat ik eigenlijk die bronzer zo wil blenden, maar ik weet even niet hoe goed of dat nou mag. Aan de andere kant ga ik toch nog van deze overheen smeren, dus wat zie je zo meteen nog van. Dat is de mascara. Beautiful. Breng ik eyeliner aan, de tattoo liner van Kat Von D. Eyeliner zit er ook op. En dan is het nu natuurlijk tijd voor de oogschaduw. Ik ga gebruiken het Naked palet van Urban Decay. Een gouden ouwe. Ik dacht, kan je niet mis mee gaan. Dat hopen we dan maar. Voor Sin ga ik aanbrengen op een bewegend ooglid. Nou wordt het al een beetje viezig, jongens. Gewoon zo over de eyeliner heen. Maar die houdt het eigenlijk nog best goed. Buk. Blend ik in de arcadeboog. En dan voeg ik nog een beetje de hussel toe. Voor wat meer diepte. Mijn eyeliner is nu toch wel een beetje vertrokken. Ik zie hier nog een heel zielig streepje. Maar ja, dan heb ik eens de oogschaduw hierop zitten. En dan begint nu de horror. Ik gebruik natuurlijk altijd de oogschaduwbasis. Dus dat ga ik er nu overheen smeren. Gaan we het doen. Ik gebruik oogschaduwbasis van MAC. Dat gebruik ik eigenlijk altijd. Hij is bijna op. Yep. Oh. Oh, dit is echt. Ik probeer het gewoon echt precies zo te doen zoals ik het altijd doe. Mijn hele ooglook is weg. Nou, werkt dus ook goed als make-up remover. Weten we dat ook gelijk weer. Ja, helemaal van de basis tot de wenkbrauw. Voordat ik mijn wenkbrauwen ga bijtekenen, ga ik ze natuurlijk eerst even zetten. En dat doe ik met een wenkbrauwgel. Deze is van Hema. Borstel ze omhoog. Dat ze in vorm blijven. Pak ik nu mijn wenkbrauwsetje van Catrice. En dan ga ik ze bijtekenen. Ik denk dat dit nog het meest veilige. De lippen ook natuurlijk. Het is meer heel gek dat je als eerste lipstick op hebt. Maar ja, dat gaat er verder niet meer raar uitzien. En mijn wenkbrauwen. Die overleven dit wel. Na de wenkbrauwen gaan we natuurlijk verder met de rest van het gezicht. Met settingpoeder. Ik gebruik deze van Nua en UA. De witte, transparante settingpoeder. Kan niet zo heel veel mee misgaan, denk ik. Gaan we mooi alles matteren. Ik glim echt als een maljoto. Hup, hup, hup. Lekker over het hele gezicht heen. Goed onder de ogen voor de concealer die we niet aangebracht hebben. Zo. Dan de concealer. De Kat Von D Lock It Concealer. Onder mijn ogen. Gebruik ik met Beauty Blender. Het puntje van de Beauty Blender. Ja, ik heb zoiets van waar kan ik nog meer concealer aanbrengen? Ja, overal. Verder met de foundation, de Estée Lauder Double Wear Foundation. Maar nu gaan we gewoon
overal overheen smeren alsof ik niks heb aangebracht. We gaan er gewoon overheen bouncen. Ik heb trouwens vorig jaar een video gemaakt over omgekeerd contouren. Dat is nog best wel iets, dat werkt nog best wel. Dat is best wel interessant. En nu ook. Nu doe ik dit en denk ik, goh, dit valt eigenlijk heel erg mee. Je ziet nu nog wel wat van die bronzer en die blush. Het is allemaal best wel natuurlijk. Ik moet zeggen, ik heb dit misschien best wel verkeerd ingeschat. Ik dacht echt, dit wordt de meest ranzige smeerboel. Maar ik heb er wel slechter uitgezien. Misschien dat de allerlaatste stap, want we zijn alweer aangekomen bij de allerlaatste stap. De primer, dat die daar nog verandering in gaat brengen. Want dit ga ik gewoon doen zoals ik het normaal doe. Ik heb alles gedaan zoals ik het normaal doe. Dus gewoon de kwasten gebruikt die ik altijd gebruik. Een beauty blender voor mijn foundation en mijn concealer. Maar primer, dat breng ik altijd aan met mijn vingers. Gewoon lekker eroverheen smeren. Dus misschien dat het nu toch nog een beetje vies wordt. Ik gebruik deze primer van Charlotte Tilbury. En dit is de Wonder Glow. En hier zit een klein glimmertje in. Maar heel subtiel. Ik vind deze primer wel leuk voor de zomer. Omdat hij gewoon een beetje zo goud is. Dan ga ik dat zo... Hoppakee, nou en dan smeren maar. Ah. Oh ja. Ruikt wel lekker. Dus dat is wel fijn. Als finishing touch. Goh, ik voor mijn haar nog maar even los. Ik heb ook telkens het gevoel van, oh ik moet nog... Wat doen, weet je wel? Omdat je alles verkeerd omdoet, heb ik zo nu het gevoel van, oh, maar ik moet nog setting spray doen. Dat is gewoon super raar. Het zit me toch best wel zo ingebrand in mijn hoofd van, hè, al die stappen en hoe het moet. Ik merk dat ik aan mezelf ook nog ga zitten kijken van, oh, wat zou ik kunnen doen om het nog te herstellen? En dan denk ik, oh, en dan breng ik weer even wat foundation aan en dan breng ik weer bronzer en blush en highlighter aan en dan doe ik mijn ogen nog een beetje en dan kan ik het weer fixen of zo. Maar ik denk dat ik zomaar gewoon lekker alles eraf ga wassen en helemaal opnieuw gaan beginnen. Dat weet ik wel zeker. De reverse make-up challenge. Omgekeerd opmaken. Ja, het viel me eigenlijk alles mee. Ik had meer een soort clownesk effect in mijn hoofd. Mascara uitgelopen. Maar ik wrijf natuurlijk niet over mijn wimpers. Ja, die blush en die bronzer en highlighter zitten onder de foundation. Waardoor ik met die primer toen ik overheen ging. Ja, dan zie je dat al bijna niet meer. Dus... het valt me heel erg mee. Het is niet voor haar vatbaar. Deze challenge heeft volgens mij niet verder echt een doel. Volgens mij toch? Maar ik vond het eigenlijk best wel leuk om te proberen. En ja, gewoon eens een keer helemaal alles door de war te schoppen. En mezelf helemaal door de war te maken. Met het omgekeerd gebruiken van de producten. Maar ik vond het wel een leuke challenge. En ik hoop jij ook. Check ook zeker even de afspeellijst met alle tags en challenges. Ik zal hem hierbij linken. Kun je alle No Mirror Makeup Challenge, Linkerhand Challenge, al die video's die ik al eerder heb gedaan. Kan je nog eens gaan bekijken als je het leuk vindt. Ik vind het altijd wel gewoon leuk mezelf uit te dagen. Maar hier kan je eigenlijk niet zoveel mee verder dan gewoon jezelf voor lul zetten. Nee hoor, het valt me alles mee. Maar ik heb wel zin om nu alles weer af te halen en lekker onder de douche te stappen. Heel erg bedankt voor het kijken en heel graag tot de volgende keer. Mwah. Doeg!